Nou, welkom. En ik zit weer helemaal gezellig klaar bij El Cafetin in Workum. En ik heb weer een volgende patiënt aangeschoven bij mij. En naast mij zit Irene de Jong. Hallo. Hallo. Nou, welkom. Ja, leuk dat jij eventjes hier wat wil komen vertellen en zo. Maar de grote vraag, wat doe jij en wat heb jij meegebracht? Nou, ik maak kleding voor baby's die past over wasbare luiers. En dat is even wat anders dan normaal, want als je wasbare luiers gebruikt, dan heb je gewoon iets meer kontje. Ja, is dat zo? Is het, ja. Ik zit niet meer in de baby's. Maar... Nee, dat is niet van dat super absorberende materiaal als de chemische wegwerpluiers. Ja. Dus daar heb je wat meer ruimte nodig. Dus ik ben kleding gaan maken, waarbij je dus wat meer ruimte achter op het kontje hebt. Ja. En ook de broekjes. Dus echt letterlijk gewoon meer stof gebruikt voor de billetjes, zeg maar. Ja, maar ook hierin zo zit gewoon wat meer rek. Ja. Meer ruimte en dan past het mooi over de wasbare luiertjes heen. En dus het lijkt me logisch dat je hier op bent gekomen vanuit eigen ervaring. Ja, zeker. Ja. Mijn dochter van 2 jaar. Ja. En die, toen ik zwanger was, toen kwam ik erachter dat dat bestond. Ja. Toen dacht ik van, dat is mooi, dat willen we gebruiken. Ja. Ook wel gelijk begon ik te lezen van, maar die kleding past niet altijd lekker. En dan moet je maar een maatje groter broekje doen. En zo. Maar toen neem ik aan dat je dan begint inderdaad met een maatje groter. Maar... Ja, nou, wat wij deden was, ik heb zelf de luiers gemaakt ook. Oké. Als je een naaimachine hebt, dan begin je daar gewoon aan. Ja. En, je bent natuurlijk heel handig. Ja. Dat lijkt wel. En daar was ik dus eerst mee begonnen. En ik heb eerst een hoop tweedehands kleding gekocht. Om te kijken van, wat past nou eigenlijk? En toen kwam ik erachter van, dit kan ik zelf ook. En dan nog beter. En welke maat heb je het dan over? Want zo'n klein schattig broekje. Nou, ik maak de kleding voor 0 maanden tot 24. Dus de eerste 2 jaar. Oké. En dit broekje is dan bijvoorbeeld maatje 56-62. Ja. Dus daar begin je mee. Ja. En dan, als je hem dan zo lekker dit even omrolt, dan is het echt voor de allerkleinste geschikt. Ja. Weet je, zo groeit het ook nog even lekker mee. Precies, joh. Ja. En wat heb je allemaal voor variaties? Broekjes? Broekjes, shirtjes. Dit is dus een nieuw modelletje, de bubbelromper. Wat grappig, een soort... Beetje jurkje. Beetje jurkje, maar dan toch als rompertje. Ja. Wat leuk. En wat ik ook verder ontwikkeld heb, is het boxpakje. Die zijn er natuurlijk wel, alleen niet met genoeg ruimte. Dus ook die weer wat breder. En hier wat meer ruimte erin. En knoopjes voor en langs de beentjes voor het makkelijk verschonen. Maar ook niet je hele kindje... Hoeveel uitkleden voor elke luier, zeg maar. Ja. Dus. Je hebt inderdaad overal aan gedacht. Ja. Maar waar ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar ben, het fenomeen wasbare luiers. Hè? Hoe, mm-hmm. Dat is natuurlijk heel milieubewust, maar hoe werkt het? Nou, in principe koop je dus in het begin koop je in 1 keer een hele stapel luiers. Ja. Dus dan heb je... Heel veel? Wat is het nou? Zijn dat er 20? Of? Nee, 24. 24 is wel het minimale. En je hebt een overbroekje daaroverheen. En je hebt een absorberend en een gedeelte en een overbroekje dat zorgt dat het niet doorlekt. Ja. Je doet ook nog een inlegvel in de luier. Ja. Dus mocht er ontlasting komen, dan kun je dat weggooien. Dat is dus niet wasbaar? Nee, dat is niet wasbaar. Okay, het is eigenlijk zo dun als een wc-papiertje, is het een velletje. Okay. Dat gooi je weg. Ja. Maar de luier zelf, die gooi je in de wasmachine. Ja. Die zet je op een spoelwasje. Gooit in de, en dan en net als bloed is urine ook eerst spoelt de beste weg op koud water. Okay. En na dat koude wasje doe je een lang programma op 60 graden. En dan is het klaar. En hang je ze gewoon vrolijk aan de lijn? Hang je ze vrolijk aan de lijn en als ze droog zijn dan gebruik je ze weer opnieuw. Heb je genoeg aan 24 dan? Of had je genoeg aan 24? Ja. Daar kom je wel mee door. Ja, want je wast elke 2 à 3 dagen. En je gooit de spul in de wasmachine en dan is hij nog lang niet vol. Maar dan doe je er de handdoeken erbij. Die kunnen er ook prima bij. Ja. En dat scheelt dus enorm. Ik heb dus ook doekjes. Hè? De binnendoekjes zijn ook gewoon van stof. Ja. Dat doen we ook niet aan wegwerp. Wat goed.
En dat wordt ook steeds meer, hè? Allemaal wasbaar. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dus we gebruiken echt zelden wegwerp. Alleen op vakantie als je geen wasmachine bij je hebt. Ja, oké. Okay. Dan doen we het zo. Ja, het scheelt enorm. Dan mag het wel. Maar het scheelt enorm. En het is ook heel gezond voor de huid van de baby. Veel minder luieruitslag. Nou ja, Irene, je hebt een hartstikke mooi full package hier. Dankjewel dat je hier was. Even je verhaal vertellen. En punkies en poppies. Ja, ga daar kijken als je in deze fase zit met je kleine kindjes en zo. En heel veel succes verder ook. Dankjewel. Joe. Ja.